We hebben er vandaag even op moeten wachten. Maar uiteindelijk is de Grand Prix van Singapore een spectaculaire wedstrijd geworden. Sergio Perez die sleepte de overwinning in de wacht. Maar Ronald, we hebben uiteindelijk toch nog een heel eventjes moeten wachten. Voordat het überhaupt zeker was dat Perez de overwinning uh, zou krijgen. Uh, uh, ja, en, en eventjes is dan 2,5 uur. <laughs> ja. uh, ik moet ja. zeggen, dit, dit, dit was eigenlijk wel weer typisch Formule 1. Of beter kan ik uh, zeggen, typisch VIA. Ik, ik grapte al. Ik zei van, nou volgens mij. Hebben ze die 25.000 euro boete van Mercedes gewoon opgemaakt in de kroeg? Maar zijn ze vergeten om op enter te drukken voor ons persbericht? Uh, dus, dus nee, dat duurt eigenlijk weer te lang. Ook niet goed voor de sport, denk ik. Maar het uiteindelijke verdikt is dat PRS, want het ging om twee momenten achter de, achter de safety car. En het ging in beide gevallen om dat hij meer dan tien auto-linkten zou hebben gelaten. Tussen de safety car en zichzelf. Uh, en het verdikt is dan dat hij voor die eerste een reprimande krijgt. En voor die tweede, vijf seconden tijdstraf. Plus twee strafpunten op zijn licentie. Nou, wat is de uitleg daarbij? Uh, de FIA zegt: in dat eerste geval, dat was tijdens de eerste safety car fase, liet je ook te veel ruimte. Uh, maar kunnen wij de omstandigheden, namelijk het weer, nog wel eens een verzachtende omstandigheid aandienen? Zij Perez zelf ook. Hij zei van ja, op, op momenten dat ik de safety car kon volgen, was hij heel langzaam. En in bochtige secties waar ik hem niet kon volgen, was hij veel te snel. Dus ja, oké, okay, dat was dan een, een soort excuus. Vandaar alleen de reprimande. Maar de tweede keer zei de FIA, jij hebt dan al een reprimande op zak. Uh, jij bent ook, dat gebeurt op dat moment zelf, gewaarschuwd door de wedstrijdleiding. Die heeft Red Bull een seintje gegeven. Die hebben doorgegeven aan PRS. Dus zegt de FIA, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus nu wel vijf seconden tijdstraf. Nou ja, PRS vindt dat dikke prima, natuurlijk, want hij behoudt wel de zegen. Uh, maar één factor waardoor het schijnbaar ook wat langer geduurd heeft, is dat Ferrari gezegd heeft: nee, nee, hier zijn wij het niet mee eens. Uh, want dit zijn twee. Eigenlijk identieke momenten. En die, jullie moet, die moeten jullie ook identiek bestraffen. Dus het moet twee keer vijf is tien seconden worden. Nou, daar is de FIA niet in meegegaan. En ik denk ook maar goed, want weet je, het zou heel slecht ogen voor de sport. als je nu tweeënhalf uur later nog dingen verandert. En bovendien is Sergio Perez de enige verdiende winnaar vandaag. Ja, uh, eigenlijk op die twee foutjes achter de safety car na heeft uh, Perez het een, uh, eigenlijk perfect gedaan. Een de ja. optreden neergezet. Um, hij heeft natuurlijk ook twee uur lang de druk van Charles Leclerc moeten weerstaan. Ja, absoluut. Heel knap. Daarom zeg ik ook enige verdiende winnaar. Uh, Perez zei zelf van, oké, okay, dit is mijn beste optreden in de Formule 1. Dit is in mijn carrière geweest. Uh, ben ik het ook wel mee eens. En het is vooral een hele, een hele welkome opsteker. Hè. Vooral omdat eigenlijk de voorbije weken en maanden uh, de auto steeds verder van Perez vandaan kwam te staan. Ik moest eigenlijk nog weer terugdenken aan, uh, aan Spa, waarin ik het ook in de, in de persconferentie daar met hem over had. En toen zei Pires ook heel eerlijk van ja, ik wil een auto die goed in balans is, die stabiel is aan de achterkant. Uh, en dat is dankzij de doorontwikkeling steeds minder het geval geworden. Uh, nou ja, juist daardoor is natuurlijk de auto meer op het lijf van Max geschreven, minder bij Checo. Uh, maar dit is absoluut, uh, absoluut een zeer fraaie opsteker, een verdiende opsteker. En ook weer de bevestiging dat Pires in de goede zin van het woord wel een soort van straatvechter is. Vaak goed in Baku, Monaco gewonnen. Singapore gewonnen. Uh, dus het is geen toeval. En om het verhaal helemaal rond te maken, doet hij ook precies wat Helmut Marco wil. Namelijk als Max Verstappen er een keer niet is vooraan, dat hij de meubelen kan redden voor Red Bull Racing. En dat hij de punten van de concurrentie wegkaapt. Nou, dat heeft hij precies gedaan. En dit had eigenlijk een heel, heel, heel broed weekend voor Red Bull kunnen, kunnen zijn. Dus uh, ze mogen Pires wel een extra schouderklopje geven vannacht. Ja, Perez heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Ferrari uh, in Singapore niet met de overwinning aan de haal ging. Uh, Charles nee. Leclerc startte van pole position, maar het werd voor de eerste bocht al ingehaald en moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede positie. Zijn teamgenote Carlos Sainz werd uiteindelijk derde nadat hij bij de start al voorbij ging aan Lewis Hamilton. Um, ja, hoe blikt Ferrari zelf eigenlijk terug op deze race? Zijn ze een beetje tevreden met die dubbele podiumplaats? Uh, kijk, ja, je kan hiermee eigenlijk twee kanten op redeneren. Uh, je kunt aan de ene kant zeggen: het is een goede dag geweest voor de constructeurs. Uh, want in dat constructeurskampioenschap kwam Mercedes dichter en dichter en dichterbij. En juist door de enorme off-day van Mercedes vandaag. heeft Ferrari weer wat lucht gecreëerd hè, voor P2. Uh, maar beide coureurs, afzonderlijk van elkaar, waren allebei niet echt tevreden. Carlos Sainz was heel eerlijk, en dat hebben de mensen ook wel kunnen zien. Hij zei: Ja, ik heb echt geen moment in mijn ritme gezeten. Uh, eigenlijk kon ik op geen enkele compound PRS en Leclerc volgen. Dus voor mij was het gewoon geen lekkere wedstrijd. Ja, en in principe haalt hij dan alleen maar P3, omdat hij Mercedes het af laten weten. En Verstappen er niet is. Uh, dus dus uh, Sainz was zelfkritisch en ik denk ook wel terecht. En Charles Leclerc, die dacht natuurlijk, ja, Verstappen is een keer niet vooraan. Dus nu kan ik hem pakken, weet je wel? Dit is een buitenkansje. En dan is die vermallendeide PRS er in één keer. Uh, dus ook hij was zelfkritisch. En ik moet zeggen, en dat komt ook terug op wat ik zei: PRS enige verdiende winnaar. Namelijk dat Leclerc, dat kon je heel goed zien in de slotfase, dat hij echt DRS nodig had om aan te pikken. Daar kon hij iedere keer weer dat gat dichten en dus bijblijven. En toen hij dat ene foutje maakte en een soort van DRS-touw zeg maar, ge geknapt was, zag je meteen die achterstand heel erg oplopen. Dus nogmaals, PRS outstanding, enige verdiende winnaar. En Ferrari is ook gewoon geëindigd op de plekken waar ze vandaag thuis horen. Ja, zoals je zei, de Ferrari-coureurs waren na afloop van de races dus niet heel erg tevreden met uh, hun uh, uitslag. Dat zou ook gelden voor Max Verstappen. Uh, hij kwam natuurlijk al niet goed weg bij de start, uh, werd daarna eigenlijk veroordeeld tot een inhaalrace. Uh, had zich alweer opgewerkt, maakte toen weer een foutje, moest nog een keer extra naar de pits. Uh, kon zich daarna weer gaan opwerken, en werd uiteindelijk zevende. Ik uh, denk niet dat hij zelf inderdaad heel tevreden was met de race. Nee, nee, behoorlijk gefrustreerd. Uh, en ik kan het best in het Engels, zijn Engels quote letterlijk aanhalen. Hij zei: It was a terrible weekend for us, which started with a huge fuck-up yesterday. En die huge fuck-up bedoelt hij natuurlijk weer de kwalificatie waarin het team hem, hem naar binnen haalt en te weinig brandstof meegegeven heeft. Nou, zei verstappen. Daardoor zit je automatisch in het gedrang. Uh, er zijn een paar circuits waar Singapore er eentje van is waar je dat niet wil. Uh, tot overmaat van ramp ging die stad compleet fout. He, hij, hij wilde in de tweede versnelling wegrijden, wat eigenlijk iedereen doet in deze omstandigheden om een betere tractie te hebben. Maar toen hij die koppeling losliet, zat hij veel te laag in de toeren, waardoor die auto in de anti-stol kwam en je dus eigenlijk alle momentum kwijt bent. En ze rechts en links, nou ja, nu vooral rechts, maar rechts voorbij ziet vliegen. Uh, nou ja, dan komt hij, wat jij zegt, komt hij terug in een redelijk fatsoenlijke positie, P5 achter Norris. En daar is hij eigenlijk gewoon te enthousiast, denk ik. Hij moet gewoon wachten eigenlijk totdat hij DRS krijgt. Hè? Dan krijg je een betere, of laten we zeggen makkelijkere kans om iets uit te richten dan nu. En zijn Max, daardoor kwam ik ernaast. Auto op een hobbel, bottomed out. Hè? Dus die, die, raakte, die, raakte, die raakte het asfalt. Daardoor kwamen de voorwielen even los van de grond. Toen die weer terugkwamen, zei hij, blokkeerde ik meteen. Ja, dan ben je passagier en dan, uh, dan schiet je rechtdoor. Nou ja, hij rijdt nog wel knap terug naar P7 natuurlijk, maar zijn Max zelf ook normaliter. Zonder die fout had dit P4 moeten zijn. En dan was zijn uitgangspositie om een Japan-wereldkampioen te worden, is nu ook nog wel redelijk, maar die was dan nog iets comfortabeler geweest. Dus de conclusie is heel simpel. Max zei, dit is een weekend om heel snel te vergeten. Ja, Verstappen die was eigenlijk niet de enige die wat foutjes maakte tijdens de GP van Singapore. Dat geldt eigenlijk ook bij Mercedes. Um, ja. Lewis Hamilton maakte ze zelf. Um, eindigde nog heel eventjes kort in de bandenstapel. Um, we reden nog weer terug naar de pits en werd het eindelijk slechts negende. Uh, zijn teamgenoot George Russell werd wel uh, heel erg vroeg en heel erg enthousiast uh, op, uh, op pad <laughs> gestuurd dan met de slicks uh, vroeg in de wedstrijd. Ja, ja. Kijk, aan de ene kant snap ik dat. Want Russell natuurlijk, hè, een nieuwe motor, staat uit pitlane, rijdt in kansloze positie. Dan snap ik dat je iets probeert. Uh, maar daar gaan twee dingen denk ik mis. Punt 1 was dit wel heel vroeg, zoals jij terecht aangeeft. Pirelli hanteert ook altijd een soort crossover point. Uh, dat hadden zij eigenlijk op 1,52, rondetijden van 1,52 gezet. Nou moet ik wel zeggen, dat was eigenlijk gebaseerd op kwalificatietijden. Dan 10 seconden erbij op en dan zou je naar Sliks kunnen. Uh, in de race met volle tanks ligt die tijd iets hoger. Maar Mercedes was iets te vroeg, they, they jumped the gun, zeggen ze in het, ze het Engels wel mooi. Nou, dat is gebeurd. En de tweede fout die ze denk ik maken, is om in die fase, als je denkt dat het crossover point dichtbij komt, dan moet je in ieder geval voor het zachtst mogelijke rubber gaan, dat je dan zo makkelijk mogelijk op temperatuur kan krijgen. Nou, daardoor hadden ze eigenlijk voor de soft moeten gaan in plaats van de mediums. Nou ja, dat heeft de hele race een kansloze missie gemaakt. Uiteindelijk ook natuurlijk bewust naar binnen gereden, hè, om nog wat dingen te kunnen veranderen. Uh, en Hamilton. Ik denk dat het voor Hamilton gewoon een, een, een geval is dat het aantoont dat het vandaag heel verraderlijk is. Dat en Lewis Hamilton en Max Verstappen, de twee mannen die vorig jaar op een idioot hoog niveau hebben gepresteerd, dat die allebei in dezelfde race de fout ingaan. Uh, dat laat denk ik bovenal zien hoe verschrikkelijk lastig het vandaag was. Van het tegenvallende Mercedes gaan we dan door naar het goede McLaren eigenlijk. Want zij uh, ja, ze hebben de laatste races hebben ze wel wat moeite gehad. Uh, vandaag zaten ze een keertje aan de goede kant van de streep klein Beetje geluk gehad, maar dat zorgde er uiteindelijk wel voor dat Lando Norris en Daniel Ricciardo als 54 konden eindigen. Ja, knap, knap, goede slag bij de constructeurs gedaan, natuurlijk. Uh, ik moet zeggen dat gevecht dat sneeuwt een beetje onder ook in onze uitzendingen. Uh, maar dat gevecht is wel mega intens. Dit weekend ook, dan kregen wij natuurlijk die, 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 die documenten op vrijdag met alle updates. De topteams hebben nagenoeg niks meegenomen. Uh, maar McLaren, een mega lijst, dus een heel groot pakket. Alpine nieuwe vloer geïntroduceerd, waar hele hoge verwachtingen van zijn. Nou, dat geeft wel aan hoe zij onder dat budget cap ook absoluut zitten te pushen om elkaar te verschalken voor die vierde plek bij de, bij de constructeurs. En daarvoor is dit wel een hele pijnlijke dag geweest voor Alpine en natuurlijk een gouden dag voor, uh, voor McLaren. Uh, McLaren zei na afloop ook heel eerlijk. Oh. De coureurs ook van ja, wij hebben pu massa gehad, dat wij nog niet gestopt waren, dat die safety car kwam en dat wij dus een gratis stop kregen, maar voegde Daniel Ricciardo toe. Wij en ook ik als individu hebben dit jaar al zoveel pech gehad. dat u nu ook wel een keertje mee mag zitten. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Uh, en ik moet zeggen: voor Fernando Alonso is het wel zuur. Een jubileumrace, wederom een motorisch probleem. Hij zei: Ja, alle tegenslag die ik heb gehad. die heeft mij als individu ook al minimaal 50 wk-punten gekost dit jaar. En dat klopt ook. En daardoor valt het niet heel erg op. Maar Fernando Alonso presteert ook, ondanks zijn leeftijd. Dan had het op mega hoog niveau. Dus die had al veel hoger horen te staan dan dat hij nu staat, denk ik. Ja, volgend weekend in Japan krijgen Alonso en Alpine een kans... om zich te revengeren voor deze tegenvallende race in Singapore. Ja. Uh, voor Max Verstappen wordt de GP van Japan de tweede kans... op het behalen van de wereldtitel van 2022. Uh, wat moet hij precies doen om volgend weekend met de titel aan de haal te gaan? Uh, winnen, dat is het korte antwoord. En eigenlijk winnen en de snelste racer rijden. Namelijk, als Max Verstappen wint in Japan en de snelste raceronde rijdt... dan maakt het totaal niet meer uit wat de rest doet. Maar dan is hij wereldkampioen. Dus dat volstaat. Uh, als Max Verstappen wint en niet de snelste raceronde rijdt... Uh, dan is er maar één scenario mogelijk waarin hij geen kampioen wordt. Namelijk als Charles Leclerc tweede eindigt. En als iedere andere coureur dan Leclerc tweede eindigt... is hij alsnog kampioen. Uh, dus een 1-2 van Red Bull zou volstaan. En ik moet zeggen, om meerdere redenen... Hè, punt 1 om die kater weg te spoelen bij Max van dit weekend... Punt 2 om Honda een plezier te doen. Uh, punt 3, om het verhaal voor zichzelf zou ook perfect rond zijn. Hij heeft in Suzuka de eerste vrije training gereden in 2014. Daar wereldkampioen worden zou ook een fenomenaal verhaal zijn. Uh, dus iedereen, alles en iedereen in een Red Bull shirtje wil heel graag dat het in Japan gebeurt. Uh, maar goed, dan moet hij wel even een uh, tandje erbij zetten. Maar getergd is hij na dit weekend wel, dat weet ik zeker. Dat gaat hij zeker zijn. Um, kort gezegd moet uh, Max Verstappen... In Japan acht punten uitlopen op Charles Leclerc en zes punten uitlopen op um, uh, zijn teamgenoot Sergio Perez. Uh, ja. Of dat gaat lukken, dat uh, gaan we vanaf uh, aankomende vrijdag zien tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan. Op donderdag zijn wij er alweer met een nieuwe F1-update. Dan zit Leonie op mijn plek. Wil je weten wanneer de nieuwe video online komt? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot donderdag.